Bas van Veenendaal is niet alleen voor zijn beroep met sport bezig, maar ook in zijn vrije tijd. Ik ga hem zo interviewen. Hey jongens, jullie krijgen training. Hoe is dat? Goed. Jullie trainen elke week? Ja. En hoe is het om dat van Bas te doen? Leuk. En hoe is dat voor jou? Want volgens mij is Bas jouw vader, of niet? Ja, het is heel leuk. Ik heb een paar keer meegetraind bij VV de Meern en daar ga ik nu ook voetballen. En ga je dan bij Desto weg? Ja. Kan niet. Nee, ik weet niet. Maar daar ga je 3 keer in de week trainen. 3 keer in de week? En dan ook trainers die er een diploma voor hebben gehaald. Mijn vader doet het zeg maar gewoon omdat hij wil. Ja. En daar hebben ze echt... Is hij geen prof, je vader dan? Nee. Potjam door. Nou, en daar heb je ook echt een diploma ervoor. Ja, dat is wel belangrijk. Maar ik heb net staan kijken. Ik vond dat je vader het eigenlijk wel heel goed doet. Ja, dat doet hij ook wel. Alleen daar doen de trainers het nog beter. Bas, wat leuk je te ontmoeten. Ik heb net met je zoon gesproken. Hij vindt dat je niet zo'n hele goede trainer bent. Nou, dankjewel. Nou, ik ben ook natuurlijk geen trainer. Maar het is hartstikke leuk om die jongens zo hier te mogen begeleiden. Dat vind ik hartstikke leuk. Hè? Want voor mijn werk praat ik over voetbal. En hier mag ik met die mannetjes proberen ze zo goed mogelijk training te geven. Maar ja, het is een vak. Dus in die zin heeft hij wel gelijk. Maar wat is je vak dan wel? Ja, mijn vak is praten over voetbal op tv. Ik ben presentator bij Ziggo Sport. En met name over voetbal. Komende zondag zit ik bijvoorbeeld met Ruud Gullit. Afgelopen week zat ik met Louis van Gaal, met Jan Boskamp, met Wim Kiefer, Jurie Mulder. Met al die mannen, dus dat is super gaaf. Mag ik over dat spelletje praten voor, tussen en na? Ja, dat is heel erg leuk om te mogen doen. Maar wilde je dan eigenlijk liever zelf voetballer worden of sportverslaggever? Nee, ik heb nooit de ambitie gehad om voetballer te worden. Ik heb wel altijd gevoetbald, maar ik deed er ook veel sporten bij. Ik wilde wel op een gegeven moment sportleraar worden. Maar toen dacht ik van ja, maar dan ben ik 50. En dan sta ik nog steeds voor die groep. En vind ik dat dan nog wel leuk? En ondertussen keek ik de hele dag naar Studio Sport. En toen ben ik uiteindelijk, toen was ik 13, ben ik naar mijn gymleraar gegaan. Toen zei ik van, hoe kom je daar eigenlijk? Hoe kan ik bij Studio Sport komen? Toen zei hij, dan moet je naar de school voor journalistiek. Ik zei, wat? Ja, de school voor journalistiek, wist me god niet wat het woord betekende. Maar ik was dus 13 en toen wist ik van, dat wil ik gaan doen. En dat is makkelijk, want dan heb je een doel. En dat werkt altijd wel makkelijk, naar een doel toe. Maar je bent ook bewoner van Leidse Rijn. Ja. Hoe is het om hier te wonen? Nou, ik denk zoals heel veel, in het begin wilden wij niet naar Leidse Rijn. Maar toen was het nog in Leidse Rijn, daar wil je niet doodgevonden worden. Maar daar heb ik het wel over 2002. En uiteindelijk konden we niet ergens een woning vinden. Toen dachten we, nou, laten we toch maar eens een ring gaan kijken. En toen kwamen we hier en toen dachten we, wow, maar dit is eigenlijk wel heel erg leuk. En mis je nog dingen in Leidse Rijn? Nou, ik kom van de nood-EDA en dat was alles wat er was. We moesten naar de Meren om boodschappen te doen. En nu woon ik aan de rand van het Leidse Rijn Centrum waar ik zo in wandel met alle voorzieningen, alle winkels van dienen. Ik vind het fantastisch. En we hebben van die prachtige mooie sportclubs allemaal. Gaan werken, nog, hè? Ja, komt hij aan, hè? 3, 2, 1, ja! Mooi. En wat zou je de kinderen en de sport nog mee willen geven? Heb plezier en sport. Want het allerbelangrijkste is plezier hebben. Want deze jongens hebben zich allemaal aangemeld omdat ze voetballen heel erg leuk vinden. En dat is denk ik ook de essentie van sport. Doen wat je leuk vindt. En als je het leuk vindt, kost het je geen moeite. Want nu zijn ze nog vrij en hebben ze alle tijd. Maar je ziet heel vaak dat ze wat ouder zijn. Dan zijn er een heleboel andere dingen belangrijk. En dan schiet sporten er wel eens mee in. Nou, dan worden ze weer dikker. En dan goed, krijgen ze een gezondheidsprobleem. En dat wil je allemaal niet. Maar als je dat spelletje hebt wat je zo leuk vindt, dan blijf je het wel doen. Want je blijft terugkomen omdat het iets is wat je leuk vindt.